Dick, komend seizoen even toch over Feyenoord praten. Het is jouw club, denk ik toch wel een beetje, na het afgelopen jaar, anderhalf jaar. Wat verwacht je daar nou van? Want er is niks mogelijk. Hè? Ze raken Berghuis nu gewoon kwijt. Aan Ajax of misschien PSV, maar waarschijnlijk Ajax. Nou ja, Feyenoord heeft geld nodig. Dat is algemeen bekend. En ja, alles wat binnenkomt... Kijk, het is ook wel afhankelijk van wie gaat de weg, wie blijft. Hè? Als het grootste gedeelte van het elftal blijft... en ze kunnen toch nog wat spelers halen, ja, om huren. Kijk, als Jurgensen weggaat, gaat er een grote post eruit. Qua salaris bedoel je? Qua salaris. En tegenwoordig kan je ook, dat zie je nu met Til... kan je best wel aardige spelers halen. Huurt van Spartak, Moskou, ja, voor een jaar? Ja. Ik heb het vorig jaar ook nog. Toen was het veel te duur. En dat wilde de jongen zelf wilde toen niet, omdat het nog te kort was. Maar als je dat soort bedragen wat Jurgensen verdiende... dan kan je aardige spelers halen. Waar praat je over dan? Maar die Jurgensen, Dick, dat was toch... Al die blessures was toch ook wel pech? Nou, pech. Het was een goede jongen, maar de laatste drie jaar... heeft hij te weinig gepresteerd voor hetgeen wat hij verdiende. Nee, maar waar praat je over dan? Grote bedragen. 1,8 miljoen? 1,8? Nou, in orde van grootte wat jij verdient met Topa. Oké, okay. Nou, dan verdient hij veel, ja. Ja. Wat hij precies verdient, weet ik niet. Maar hij was wel een groot verdiener. Omdat hij ook een periode het uitstekend gedaan heeft. Maar de laatste drie jaar was het minimaal voor hem. Ja, hoe kwam dat dan? Ja, heel veel geblesseerd. Hij was echt heel veel geblesseerd. Als je denkt, van, het gaat weer... Hup, viel hij weer uit. Of kon hij maar 50 minuten. Een goede jongen, maar niet sterk genoeg op dit moment. Nee, dus logisch dat Snot hem nu ook naast heeft gezegd en zegt, ga maar weg. Dat was vorig jaar al een beetje sprake van. Toen had hij al aangegeven bij Arnezen. Dat hij zit er ook alweer 5, 6 jaar, geloof ik. Ja, op een gegeven moment heb je het allemaal wel gezien. Hij kon ooit voor 16 miljoen naar Newcastle. Ja, maar dat is lang geleden. Ja, maar hij kon er wel naartoe. Ja. 16 miljoen. Dat is een hoop geld. Dat blijft Gudde achtervolgen. Nee, dat was Jan de Jong toen. Die zat daar toen. Ik weet dat Jan, dat de, Jong... Jan de Jong had. Ja, Jan de Jong was erbij betrokken toen. Die zei, dat risico durven we te nemen omdat we nu gezond zijn. En de toekomst en dat soort dingen allemaal. Nou ja, het risico is verkeerd uitgepakt, is wel gebleken. Maar ik praat er zo overheen, maar Berghuis naar Ajax, dat is toch best wel pikant? Of vind je dat wel... Nou, het blijft pikant, maar het is al vele malen voorgekomen... dat spelers van Ajax naar Feyenoord gingen en andersom. Of naar PSV. Het kan natuurlijk wel allemaal. Ja, maar het is ik denk dat ze naar Feyenoord niet... Het is toch logisch als je Ajax bent? Voor dat geld zeker. Voor 4 miljoen zo'n goede speler. Ja, het is niks. Ik bedoel, die jongens, veelvuldig. 70 doelpunten, 46 assists in die periode dat hij er gespeeld heeft. Nou, die haal je gewoon even binnen bij Ajax. Als het waar is. Ik weet niet of het waar is. Nee, dat is gewoon wel. Dat speelt echt serieus. Ja? Als Valentijn het meldt zoals vanmiddag, die wil het eigenlijk morgen pas in de krant zetten. Maar die dacht, het gaat uitlekken. Heeft het vanmiddag aan de buiten gebracht. Het is gewoon waar. En die 4 miljoen geldt ook voor het binnenland. Dat is wel opmerkelijk. Je zou zeggen, dat zouden ze misschien afgekaart hebben. Dat je alleen naar het buitenland voor... Maar ik denk dat PSV in staat is om nu ook een bod te doen, hoor. Ja. Maar ja, ik neem aan dat hij toch wel bij Ajax zal willen, toch? Het systeem van Ajax ligt hem beter dan bij PSV. Ja. Dus... Zo, mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronicainsite.nl.